welkom bij deze nieuwe video. Ik was een beetje aan het rondscrollen op Douglas. Douglas heeft een eigen huismerklijn, de Douglas Collection lijn. En ik zag dat ze allemaal van dit soort kleine paletjes hebben. Van dit soort kleine make-up paletjes, make-up setjes. Zo'n klein, ja, hoe noem je dit? Gewoon een soort van make-up set waar gewoon van alles in zit. Oogschaduw, blush, mascara, lippotlood. Er zit gewoon van alles in. Het hangt er vanaf welk paletje je haalt wat erin zit. En ik dacht, laat me deze eens gewoon bestellen. Ze zijn allemaal vrij nieuw. Dit soort sets zijn meestal niet zo goed. Het is een beetje kindermake-up-achtig. De kwaliteit is vaak niet zo goed. Omdat ze gewoon te veel verschillende soorten make-up producten proppen in één zo'n set. Ja, en dan is de kwaliteit gewoon vaak niet zo goed. Omdat er dan gewoon niet echt wordt gekeken naar de kwaliteit. Maar gewoon hoe kunnen we zoveel mogelijk make-up producten in één set proppen. Maar ik dacht, weet je wat, laat me het gewoon bestellen. Want het concept is wel echt heel handig. Het is ideaal voor op reis. Dan heb je gewoon alles in één make-up set zitten. Dus dat is allemaal echt ideaal. Dus ja, als gewoon de kwaliteit een beetje gaat meewerken, dan kan het echt een goed product zijn. Dus ik heb er eentje besteld en die gaan we gewoon vandaag testen. Dus vind je het nu wel leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, nou hier heb ik hem dan. Dit is de Douglas Collection Mini Glam Palette. Het is de mini versie van het Glam Palette. En er zitten 20 oogschaduwen in, 6 lipsticks, 3 blushes, 3 highlighters, 1 mini mascara, 1 oogpotlood en accessoires. Wat ik me niet besefte toen ik hem had besteld is dat dit de mini versie is van een andere palet. Als ik dat had geweten, had ik gewoon die andere de grote besteld. Maar dat wist ik niet. Ik dacht dat dit gewoon het paletje was en klaar. Maar ja, ik had het ook wel kunnen weten, want er staat letterlijk op mini glam palette. Dus de grote is het glam palette en dit is de mini versie. Maar ja, whatever. Zo'n mini versie is ook echt veel handiger voor op reis en zo. Dus laten we het gewoon proberen. En als de kwaliteit slecht is, dan ben ik heel blij dat ik niet mijn geld heb besteed aan het grote paletje. Er zit echt van alles in. Hierachter staat ook een foto. Laten we hem gewoon openmaken. Ik heb hem nog helemaal niet opengemaakt. Ik weet niet eens waarom ik nog überhaupt hoop heb. Want dit soort sets zijn eigenlijk gewoon letterlijk altijd slecht. Maar ja, we gaan gewoon kijken. Stel je voor dat ik echt helemaal word verrast. Dat het echt zo super goed is in één. Oeh, dit is luxe in zo'n velvet zakje. Dat is wel leuk gedaan. Hij is ook niet zo duur, hè, jongens. Slechts 13 euro. Oké, dit is dan wat je ziet als je hem krijgt. Heb ik hem nou verkeerd omvast? Ja, ik moet hem zo vasthouden. Oeh, dit vind ik altijd zo satisfying. Oké, met z'n allen. Ik krijg gewoon helemaal de kriebels van. Laten we het pareltje openmaken en bekijken. Nou, we krijgen in ieder geval een grote spiegel. Dat is al fijn. Heel veel kleuren. Ze zijn wel allemaal heel klein. Op de website leek het groter. Maar ja, dit is dus alle oogschaduw. En dan deze middelste rij zijn alle lipsticks. En dit is dan wat je hier krijgt. Hier heb je 3 blushes, 3 highlighters en wat accessoires. Mascara, oogpotlood. En hier wat, ja, wat kwastjes, wat mini kwastjes. Dat is ook wel handig, dan hoef je niet helemaal je kwasten mee te nemen. Maar meestal zijn deze kwasten wel heel slecht. Kijk even hoe schattig deze mini kwasten zijn. Kijk even dit. Is dit niet echt te cute? Ze zijn echt heel klein. Kijk even vergeleken met mijn hand. Oké, nou die ga ik vandaag ook wel gebruiken. Ik ga gewoon vandaag echt alles gebruiken. Het is een oogschaduwkwast, een lipstickkwast en een blushkwast. Ik ga even gewoon wat oogschaduwen swatchen, denk ik. Gewoon, ik pak gewoon even wat random kleuren. Hier een donkere kleur, een blauw. De meeste kleuren zijn ook glanzend. De kleuren zien er wel heel mooi uit, maar ja, niet echt heel goed gepigmenteerd. Nou jongens, ik ben zo benieuwd wat ik hiervan ga kunnen creëren. Zoals je kunt zien heb ik mijn hele make-up al gedaan, mijn gezichtsmake-up. En we kunnen eigenlijk gewoon gelijk ingaan. Ik ga echt stuk om mezelf. Waarom heb ik dit besteld? Wie vroeg hierom? Niemand vroeg hierom. Oké, okay, whatever. Laten we gewoon even gaan inzoomen op mijn gezicht. Oké, okay, we zijn ingezoomd. Oké. Okay. Oh, ik ga echt stuk op mezelf. Welke kleuren ga ik gebruiken? We hebben hier echt van alles. We hebben roze, paars, groen, blauw. We hebben hier echt van alles in zitten. Ik ga stuk om dit paletje. Ik denk dat ik maar gewoon ga beginnen met deze transitiekleur. Bruin matachtig. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast. Deze kwast is letterlijk groter dan heel deze kleur. Maar oké. Okay. En dan ga ik die gewoon aanbrengen in mijn hele arcaarboog. Ik ben wel echt gewoon van plan om er echt een mooie look mee te maken. Dus ik hoop dat het een beetje lukt. Oké, okay, nou, dit bracht op zich wel goed aan. Dan ga ik nu in met deze bruine matte kleur. Ook die gaat zo in mijn arcadeboog. Allebei die bruine kleur breng ik dan ook aan op de onderste wimperrand. Oké, okay, ik zag dat mijn lens vies was. Dus ik heb hem even schoongemaakt. En ik denk dat we nou alles wat beter kunnen zien. Die twee kleuren brachten op zich wel gewoon prima aan. Ze blenden niet echt goed, maar whatever. Maar qua bruine kleuren is het heel moeilijk om het op te fokken. Dus nou gaan we in met wat, ja, wat heftigere kleurtjes. Ik ga in met deze zwarte glanzende kleur. Ik ga ook voor het oogschaduwkwastje gebruiken wat erbij zit. Ik ga stuk. En dan breng ik die kleur aan hier zo in de buitenste hoek. Hij is wel echt heel glanzend.
Ik moet zeggen dat het kwastje op zich wel gewoon goed oppakt. Maar ja, je kunt er niet echt mee blenden ofzo. Oké, nou, whatever. Ik ga in met mijn Boozy Shop UP24 platte fluffy kast. En dan gaan we een beetje hier aanbrengen en uitblenden. Ik pak nou wel echt gelijk een moeilijke kleur. Dus dan kunnen we gelijk goed zien wat we hiervan vinden. Het blendt echt voor geen meter, oké. Ik ga stuk. Het komt gewoon echt niet vooruit gewoon. Het wil gewoon echt niet blenden. Oké. Dit wordt me een lang avontuur vandaag. Als je die kleur blendt, gaat de glitter ook een beetje weg. Maar dat vind ik op zich wel fijn, want ik had hem liever mat gewild. Approximately 10 hours later. Oké, na 18 jaar blenden is het wel soort van gelukt. Oké. En die zwarte kleur breng ik dan ook aan op de onderste wimperrand. Een klein beetje. En dan maak ik het hier ook weer een beetje donkerder. Wat me wel opvalt is dat er geen fallout is. Dat is wel fijn. Maar ja, als het niet eens blendt, dan is er ook geen fallout. Nee. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Oké, nou niet echt heel donker, maar whatever. Dan wil ik nou ook ingaan met dit zwart oogpotlood. Dat ook in het paletje zit. En die wil ik aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik hoop dat die gewoon heel zwart gaat zijn. Oké, nou die is op zich best wel zwart. Dat is wel fijn. Ik moest wel veel aanbrengen, maar hij is wel gewoon goed zwart. Dat is wel fijn. Ik hoop ook gewoon dat het zo gaat blijven. Oké, ik ga even verder met de ooglook. Dan ga ik in met deze beetje taupe-achtige grijze glanzende kleur hier. Die breng ik ook weer aan met dit domme kwastje. En die breng ik dan aan over mijn hele ooglid. Ik vind die kleur wel heel mooi. Een beetje een taupe-grijsachtige kleur. Ik moet zeggen, dit kwastje is wel echt ideaal als je gewoon iets wilt echt wilt opdrukken, zeg maar. Dan pak ik weer een beetje van die zwarte kleur. En dan breng ik die weer hier opnieuw aan. En blend ik het in met die glanzende kleur. Dan ga ik in met deze groene glanzende kleur hier. En wat ik dan wil doen. Ik wil een beetje een soort van pop van groen aanbrengen. Dus die groene kleur ga ik hier zo aanbrengen in mijn arcadebogen. Als een soort van ja, groene lijn of zo. Een groen accent. Het is wel apart. Deze kleuren zo samen zou ik niet snel mixen. Maar ik vond het wel iets leuks hebben. Iets herfstachtig. Dan ga ik in met deze witte kleur. En die breng ik aan in de binnenste ogen. Om het te verlichten. Oké, die is niet echt heel wit. En dan met wat er nog op de kwast zit, breng ik ook een beetje van die witte kleur aan onder mijn wenkies. Oké, het is niet echt de beste ooglook, maar ja, ik heb er echt wel goed iets van kunnen maken. Wat vinden we ervan? Dan heb ik hier de mini mascara. Echt letterlijk mini. Hij is echt super duper klein. Ik ga stuk, maar nogmaals wel weer handig voor op reis. Dit is hoe hij eruit ziet. Gewoon een hele simpele zwarte verpakking. En dit is dan de borstel. Ziet er wel een beetje slecht uit, jongens. Nou ja, laten we het gewoon maar gewoon proberen. Ik ga wel eerst mijn wimpers krullen, obvious. Ik ga stuk. Deze mascara is zo slecht. Douglas, waarom doe je jezelf dit aan? Ik begrijp het niet. Deze is echt heel slecht. Mijn wimpers plakken ook nog helemaal zo aan elkaar. Wat ik misschien ook nog eventjes wil doen, want ik was op zich best wel blij met dit oogpotloodje, is dat ik hiermee een lijn maak, een soort van wing maak. Oh my goodness, er komt gewoon bijna niks van af. Oké, dit is wel echt heel dramatisch. Kijk dit, het is gewoon bekant grijs. Ik ga stuk, jongens, dit is zo slecht. Kijk even dit. Het is gewoon niet eens zwart. Nou ja, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ik ga even wat nep wimpers aanbrengen. En dan gaan we beginnen aan de blush en de highlighter en zo. Daar ben ik weer. Wimpertjes zitten erop. En mascara ook op de onderste wimpers gedaan. De wimpers die ik op heb zijn TL4 Faux Me van Tati Lashes. De Faux Mink versie is dit. Dus niet de echte mink, want die hebben ze ook. En die kunnen een beetje deze ooglook verbergen. Niet dat die zo slecht is, maar ja, het is ook niet echt het beste. We hebben een beetje moeten struggelen hier, maar het is oké. Ik heb al bronzer op, dus we kunnen ingaan met blush. Dit paletje heeft geen bronzer. Dit paletje heeft 3 verschillende blushes. 1 fel roze, 1 beetje peachy oranje en 1 beetje meer lichtere soort roze. Het is wel allemaal heel klein. Oh mijn god, alles valt eruit, man. Zal ik gewoon ook gewoon echt de blushkwast gebruiken die erin zit? Wat is dit? What are those? What are those? Hoe moet ik hiermee blush aanbrengen? Ik ga stuk. Oké, ik denk dat ik gewoon voor de middelste ga, voor de peachy kleur. Pak gewoon een beetje. Hij is volgens mij gewoon mat. Hij is super poederig. Oké. Hoe moet je hiermee blush aanbrengen? Ik ga stuk. Waarom doe ik dit? Jongens, ik pak gewoon mijn eigen blushkwast, want dit slaat nergens op. Mijn blushkwast is echt veel groter dan deze blush, dus ik moet maar een beetje forceren. Oké, er is op zich wel wat pigment. Het blendt alleen niet echt het topje uit weer. Het lijkt een beetje op die oogschaduwformule. Maar ik vind de kleur op zich wel mooi. Hij is best wel gepigmenteerd. Zien we dit? Niet eens zo echt heel slecht, maar ja, het moet wel echt beter blenden, jongens. Wat is dit? At this point ben ik gewoon alle 3 de blushes aan het gebruiken, want mijn kwast is echt veel te groot. Oh, het blendt echt voor geen reet. Oké, whatever. Dan nou de highlighters. Ik moet zeggen dat die er ook niet bepaald heel spectaculair uitzien. Een beetje een rozige, een champagne lichte kleur en een donkere kleur. Ik ga denk ik voor de kleur hier. Ze zien er niet echt uit alsof ze heel mooi gaan glanzen, maar ik ga het gewoon aanbrengen. Oh nee. Oké, nee.
Oh nee, dit is wel echt heel slecht. Oké. Het is gewoon alsof ik met krijt over mijn gezicht ga of zo. Nou ja, whatever. Ik blijf het gewoon aanbrengen. Dan moet het matchen met de andere kant. Dan pak ik deze middelste kleur ook een beetje. Ik mix ze. Het is ook allemaal heel poederig. Die breng ik ook een beetje hier aan. Dit is zo slecht. En dan pak ik weer deze lichtste kleur. Die gaat een beetje op mijn neus. Het is echt heel krijtachtig. Echt letterlijk krijt. Er komt ook helemaal geen glans van af. Ik heb het nou op mijn neus. Er komt gewoon bijna niks van af. Oké, dan als laatste de lippen. Ik haal even mijn lipbalm eraf. Voor de lippen hebben we ook een klein kwastje. Dit kwastje zou op zich wel kunnen werken. Want een lipkwastje hoort gewoon klein te zijn. Ik moet zeggen, ik vind de lipkleuren wel echt allemaal heel erg mooi. Je hebt echt veel verschillende kleuren. Je hebt rood, donkerrood, roze, glitter, bruin. Ik denk dat ik voor de bruine nude kleur ga. Die gaat denk ik het mooiste staan met deze ooglook. Oké, er komt niet echt veel van af. Er komt echt niks van af. En ik pak echt veel op, hè jongens. Ik heb het nou hieronder aangebracht en hier niet. Ik zie niet eens verschil. Zal ik gewoon gaan voor de meer donkere kleur? Ik ga gewoon voor de donkste kleur rood hier zo. Oh, die heeft wel wat pigment, maar ook niet echt heel veel. Oké, mensen, dit moet de donkerste kleur voorstellen. Dit is de kleur hier zo, dit. Oké, ik ga ook een beetje voor de glitterige kleur. At this point ga ik gewoon alles aanbrengen. I don't care anymore. Er komt toch niks vanaf. Dit is het dan. Jongens, ik zie eruit. Dit was zo slecht. Ik wist al wel vanaf het begin al dat het niet heel goed ging zijn. Maar toch had op de een of andere manier iets in mij een klein beetje hoop. Maar nee, dit soort sets zijn gewoon altijd zo slecht. De oogschaduwen hierin zijn niet zo goed gepigmenteerd. Ze doen niet heel veel. Ze blenden niet. Ze komen gewoon niet vooruit. De lipkleuren zijn mooie kleuren, maar ze hebben echt amper pigment gewoon. De blushkleur blendt ook echt helemaal niet in. De highlighters zijn alsof je krijt aanbrengt. Het oogpotloodje is amper zwart. Het is gewoon letterlijk grijs. En de mascara laat al je wimpertjes aan elkaar plakken. En dan niet eens te beginnen over deze mini tools waar je echt gewoon helemaal niks mee kan. This ain't it. Dit wordt hem niet. Ik raad hem ook gewoon echt niet aan. Godzijdank. Thank the Lord dat ik niet de grote heb besteld. Want die kostte echt wel een stukje meer. Maar dit is echt nee. De grote gaat sowieso precies ook gewoon zo zijn. Dus niet denken nu dat de grote misschien wel goed gaat zijn. Want ja, dat gebeurt gewoon niet. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n soort van make-up kit gevonden. Die gewoon ook echt daadwerkelijk goed is. Als jij er eentje weet, let me know beneden in de reacties. Want ik ben dan echt heel benieuwd welke dat is. Nou, ondanks alles ziet mijn make-up er wel nog oké uit. Ik ga wel even de blush en de highlight erbij werken en een andere lipstick. En dan kunnen we op zich wel gewoon vooruit vandaag. Ondanks dat het vandaag niet zo goed ging, hoop ik toch dat ik jullie een beetje heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!